Goedemorgen lieve mensen, dit is Lu Mirja met het positief bericht op 4 mei. Vandaag in Nederland herdenken wij de mensen die gevangen zijn in oorlogen. En ik wil jullie vragen om niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar alle mensen. Want in de afgelopen jaren zijn er echt veel meer mensen overleden dan in de Tweede Wereldoorlog. En dat vergeet men wel eens. Er is op dit moment ontzettend veel leed in de wereld. En laten we vandaag stilstaan bij deze mensen. Waar dan ook. En of ze iemand verloren hebben of dat ze in grote problemen zitten. Laten we daar kaarsen voor branden en vragen aan de spirits om hen te helpen. Om de zielen die overleden zijn, maar hun weg niet kunnen vinden, naar het licht te leiden. En laat het vandaag een dag van vergeving zijn. Vergeving naar elkaar toe. Vergeving voor de omstandigheden waar je in hebt verkeerd. Vergeving naar degene die jou kwaad heeft gedaan. En zeker, zeker de toestanden in de Tweede Wereldoorlog. Jongens, het is 80 jaar geleden. En wij zitten nu in een periode waarin de situatie op de wereld uiteindelijk nog veel ernstiger is dan toen de tijd. Dus laten we vooral de harmonie behouden en liefdevol voor elkaar zijn. Ook al vind je het nog zo moeilijk, probeer vrij te zijn van oordeel en probeer te vergeven. En dat mag je elke dag weer opnieuw gaan proberen. Het is vandaag de 51-6-dag. En dat is dus zo'n dag waarop je daar best wel moeite mee kan hebben. Wat er allemaal gebeurt. En dan is het heel makkelijk om naar die energie van de Tweede Wereldoorlog te gaan. Want dat was toen en dat was zo erg. Dan hoef je niet te zien hoe erg het nu is. Als we met ons allen naar de energie van de Tweede Wereldoorlog gaan kijken. En maar bevestigen dat het toen enorm verdrietig was, angstig was. Als we in die misère gaan, dan hoeven we nu niet te focussen op de misère die nu nog veel groter is dan toen. En sommige mensen zullen dit niet fijn vinden dat ik dit zeg, maar het is wel zo. En het is misschien nog niet volledig zichtbaar hoe groot het verdriet is waarin we nu leven. Helaas zullen we dat de komende jaren wel gaan zien. Wees daarom in harmonie. Herdenk vandaag alle doden. En vraag aan de engelen, aan de krachten, aan de energieën om hen liefdevol te begeleiden naar het thuisland, naar het zomerland. Daar ga ik ook nog een filmpje over maken wat dat is. Ja. Zo'n bijzondere dag, elk jaar weer, zou een dag voor de hele wereld moeten zijn om te herdenken dat de mensen die met ons leefden, voor ons leefden, dat die in fysieke vormen niet meer zijn, maar in geest, in spirit, zullen ze altijd om ons heen zijn. Ik ga vandaag een kaart trekken, weer van de boodschappen van de dieren. Zullen we kijken wat de dieren ons vertellen? Ja. En deze kaart trek ik, kaart 19. En 19 is eigenlijk ook een karmisch getal. Het karmische getal van het ego. Het ik ben er en daarmee hoeft niemand anders er te zijn. Dat is ook een dualiteit, want als ik er ben, kunnen jullie er ook allemaal zijn. Maar als je in je ego bent, dan ben jij er. En dan hoeft niemand anders er te zijn. Maar dan is het volmaakt. Dan is het voltooid. Dan is het klaar. Dan is het, ik ben er. En daarin zit dus in dat karmische 19 getal de uitdaging van hoe kan ik wel in mijn kracht staan? Hoe kan ik wel mijzelf die plek geven die ik verdien? Maar daarbij de ander niet vergeet. Ja, en als je dus in zo'n karmisch element zit, dan betekent dat ook dat je
in die dualiteit komt. Het hert, neem de leiding. Dat had ik nog niet gezien. Het hert, neem de leiding. Dat is ook zo, hè? Neem de leiding. Jij bent de leider. Sommige mensen moeten daar ook even aan wennen, want die zijn van nature geen leider. Ik ben van nature wel een leider. Dat is grappig als ik even een kleine anekdote mag vertellen. Vroeger werkte ik in horeca bij Tian. Ja, schaatsen in Heerenveen, in catering. En dan hadden we met evenementen. Dan had ik een restaurantje en dat moest ik, daar had ik dan leiding over. Dat moest ik dan doen en iedereen kreeg zo zijn ding. Dus de vaste mensen die altijd daar werkten, die kregen dan mensen van hotels. Nou, en toen was er een groepje en die had zoiets van, oh jee, we zijn mijn haar ingedeeld. Ik was dus al bekend. Maar wat deed ik? Ik deelde opdrachten uit. Ik ging niet in overleg van het, hoe zullen we doen? Want als je op de hotelschool zit, dan leer je enorm in je ego te zitten. Dus, ik vanuit nature ging, want ik had al vaker leiding gegeven. Dus, ik ging vanuit nature de opdrachten uitdelen. Dat ze zo gaan doen, punt. Gezegd, een van die jonge mannen, met een grote stoel. Ik sta achter de bar. En ik keek hem aan. En ik zei niks. En ik ging mooi naar het restaurant toe. En dan hadden we dienbladen met allemaal drankjes erop. Ik ging achter de bar staan. Want hij kan wel zeggen dat hij achter de bar staat. Maar ik was de baas. Dus hij ging uiterlijk in zijn ego zitten. Ik ging gewoon mijn ego uitvoeren. Dus ik pakte een dienblad. En gaf het aan hem. Gaat u gaan. En dan weet ik dat ik met mijn ogen kan sturen. En dat is een hele uitdaging voor de jongeman geworden. En hij zal mij nooit vergeten, want daarna gebeurde er nog heel veel. Ik ben heel mooi rustig gebleven. Maar zijn ego was zeer gekrenkt. Ik heb later wel een overleg met mijn leidinggevende gedaan. Ja, dat was echt bijzonder. En toen zei ondertussen een van die meisjes die in het groepje ook zat. Goh, ze je van toch wel heel erg mee. Ik zei, hoezo? Ik dacht, oh god, wat heb ik nou almachtig. Nou, ze zei, ik had wel over jou gesproken. Maar ze zei, ik zie al wat jij doet. Je bent gewoon duidelijk. Dat herkennen jullie wel, hè? Dus was toen als. Dus Eva heeft niet altijd met egoïstisch te maken. Het heeft ook te maken met in je kracht staan. En leiding nemen en verantwoordelijkheid opnemen voor de dingen die je doet. De orakelboodschap. Wat een lang filmpje, maar dat is wel interessant, hè? Of het nu wel of niet een bewuste intentie is om de leiding te nemen, je kunt plots geroepen worden, geroepen voelen om op de voorgrond te treden van je leven en initiatief nemen. De boodschap van het hert herinnert je eraan dat het nu tijd is om gehoor te geven aan de oproep om overtuigd, sterk en medelevend te zijn. Anderen zullen naar jou kijken voor leiding. Je hebt het in je om, net als een hert, vol vertrouwen rond te lopen. Zeker met zo'n mooi gewei, hè? Pak je nieuwe verantwoordelijkheden en toon integriteit bij alles wat je doet. En in al je relaties, heel belangrijk. Wees bereid om het beste in de anderen te zien, zodat je hart vol compassie je op het rechte pad houdt. De spirit van het hert wil dat je weet dat je nu ook verantwoordelijkheden hebt naar jezelf toe. Want je leert en ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Het beste komt in je naar boven als je krachtige stappen vooruit neemt. Wetende dat spirit je steunt terwijl je met compassie de leiding neemt. Je staat nu model voor transformatie. Je deelt je kracht, ervaring en hoop met anderen. Zodat ook zij kunnen groeien en het beste in zichzelf kunnen ontdekken. Wat een geschenk ben jij. Blijf nederig en authentiek en voeg de daad bij het woord. Want dat is hoe een goede leider de leiding neemt.
wens jullie een bijzondere, mooie dag.